6 tegen 6, daar gaan we weer. Tegen Electric Type Pokémon. Yo, Nintendo fans! Welkom bij alweer een nieuwe Pokémon Shining Pearl video. Vandaag vliegen we naar Snowpoint City. Het is een beetje koud hier, maar we zijn hier natuurlijk om de 7e gym leader te verslaan die hier in dit gebouwtje leeft. Oh ja, en dan moeten we eerst deze puzzel weer oplossen. Ik ben over 5 minuten terug. Druk jij ondertussen even op dat duimpje en vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan ben ik zo bij je terug. Oké, ja, we zijn er. De Pokémon van Mylene zijn nu natuurlijk allemaal tussen level 70 en 75 en ze zegt, ja, ik was al op je aan het wachten. Want je hebt niet alleen mij verslagen, maar je hebt ook de Elite Four verslagen. En je bent opeens een hele bekendheid geworden. En dat is zo super cool. Dankzij jou ben ik meer gefocust dan ooit. Ik hou nog steeds van mode en romantiek. Maar nu ben ik meer obsessed met jou. Oké. Nou, dan gaan we deze battle maar even doen. Het is natuurlijk wel zo dat ijstype Pokémon over het algemeen best wel veel weaknesses hebben. Dus ik ben heel benieuwd waar zij nu mee aan komt zetten. Candace begint met de Bombasnow. En dat is super goed voor mij, want dat is naast ijs ook een grass-type. En ja, ik hoef maar als het goed is één vuuraanval te doen. En dan is het wel klaar met de Bombasnow. Bombasnow die laat het wel gelijk hagelen. Dus ik krijg wel elke beurt een beetje damage. Ik denk dat een flamethrower wel genoeg moet zijn. Ik hoef niet mijn all-out attack te gebruiken waarmee ik zelf ook down of tenminste damage krijg. Dus nee, deze Abomasnow, dat ging op zich vrij lekker. Daar hoef ik me niet zo druk om te maken. Wel om de hagel, dat is dus een beetje minder. En de tweede Pokémon is Mamoswine. Nou kan die mij natuurlijk keihard raken met zijn grondtype aanvallen, maar ja, ik ben natuurlijk ook gewoon een fighting type. En ik mag aannemen dat ik sneller ben dan Mamoswine. Dus wat wij gaan doen is close combat. We gaan het risico nemen. Oh, ja, dit is dus heel jammer. Ik mis mijn aanval. Hoe mis ik mijn aanval? De close combat heeft toch gewoon 100% accuracy, of niet? Oké, nou, nu hebben we een probleem. En dit gaat namelijk eventjes totaal niet als verwacht. Dit is een beetje balen, jongens. Nou, ik gooi Jaws eruit, want die heeft natuurlijk een hele goede grass aanval. Hopelijk kunnen we Mamoswine daar pijn mee doen. Oké, Mamoswine gaat double team doen. Zijn evasiveness gaat volgens mij omhoog. Ja, ik kan hem nu moeilijker raken. En Power Whip raakt al moeilijk. Maar nu raak ik hem wel. Dit doet genoeg damage om Mamoswine ook in één keer down te krijgen. Oké, als het een beetje zo gaat dat we haar Pokémon gewoon allemaal in één keer slopen. Dan heb ik er nog steeds wel vertrouwen in. Maar dat Abu down is gegaan. Daar zat ik even niet op te wachten, jongens. Daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dat is een probleempie. Want ik wilde eigenlijk dat hij heel deze gym ging nakken. Oké, dan Jinx. Ik ga hierbij voor Blade. Let's go. De psychic type moves hebben geen nut tegen mijn blade. Dus dat is nice. Ijs kan natuurlijk wel aankomen. Ik ben benieuwd waar Jinx mee komt, jongens. Onze Nicki Minaj. Ik ga in ieder geval proberen om het item van haar af te slaan. Focus Blast begon ze mee. Maar ze mist mij, dus dat is lekker. Ik doe knock-off. Oh, oké. Waarom hou je 1 HP over? Wat heb jij weer? Heb jij weer een item P of zo? Ja hoor, de Focus Sash is weer van de partij. Ik zou willen dat ik gewoon sneller was. Waarom is Jinx sneller dan ik? Nee. Waarom is Jinx sneller dan ik? En waarom heeft ze Focus Blast, jongen? Doe eens normaal. Dit is weer gemeen, Jan. Oké, Simba maakt het even af. Altijd weer die Jinx, jongen. Waarom moet Jinx altijd zo vervelend zijn? Ja, joh, tuurlijk. Full Restore erbij. Tuurlijk. Had die even lekker in de vorige beurt gebruikt, man. Jongen. Oké, crunch. Lekker. En die slopen we wel in één keer. Want Abu heeft net natuurlijk de Focus Sash van Jinx eraf geslagen met zijn knock-off aanval. Superhandige aanval. Ben ik altijd wel blij mee. Oké, maar het gaat nog... het gaat niet heel goed, moet ik zeggen. Ik blijf maar nu eventjes vasthouden aan Luxray, denk ik. Ik ga je gewoon crunchen. Ah, man. Maar ik ben weer langzamer. Ik wil niet langzamer zijn. Frostless doet Aurora veel. En nu is gewoon heel het team continu beter beschermd. Dus het is een beetje jammer. Ik heb hem wel voor de helft down. En zijn defense is omlaag, toch? Ja, oké. Dus in de volgende beurt, wou ik zeggen, konden we Frostless lopen. Maar nu niet meer, want hij heeft een Citrus Berry. Ah, oké. Mylene, die snapt het wel, hoor. Die weet wel hoe ze moet battelen. Die gaat wel lekker. Double teampie erbij, zodat ik er moeilijker kan raken. Ik ben wel onder de indruk van deze trainster. Kijk, nu mis ik ook. Ja, de hagel stopt ondertussen wel. Dat is dan wel weer in mijn voordeel. Maar, oké, Blizzard. Gelukkig, Blizzard missen. Want Blizzard is altijd een sterke aanval. Of dat nou super effective is of niet. Oh, en Frostless die houdt 1 HP'tje over. En nu wel Blizzard. Nee, weer geen Blizzard. Ze mist weer. Kan natuurlijk zijn dat de Crunch mist. Maar nee, ik raak
Crunch. Dus hier heb ik een beetje geluk. Ik heb het voordeel. Nou ja, dat mocht ook wel. Want in het begin had ik pech met die move van Abu die miste. Want anders dan was het al lang klaar. Abu had hun helemaal gesloopt. Abu zou deze gym in zijn eentje kunnen nakken. Maar het ging even fout. Dan nu Glaceon. Heb ik nog wat om te wisselen eigenlijk? Ja, Jaws zou nog Crunch kunnen doen, maar... Ja, kan Earth Power van Gerrit gebruiken? Kunnen we even naar Gerrit switchen, kijken of hij het over kan nemen? Gastrodon, go, go, go! Glaceon vind ik wel een leuke Pokémon trouwens. Die heb ik ook wel eens gebruikt in mijn playthrough. Of is het nou stom dat ik hem inzet? Misschien is dit heel stom. Ancient Power, let's go. Ik heb een beetje het gevoel dat dit niet de slimste move is geweest. Hierom dus. Ja, dat had ik kunnen weten. Dit is niet handig. Ik denk dat het tijd wordt, jongens, om Abu te gaan revive. Want ik heb hem nodig. Let's go, revive. Dit wordt toch nog een lastigere battle dan dat ik van tevoren had verwacht. Dit is wel een sicke move, trouwens. Oké, freeze dry. Waarom sloopt mij dat? Jongens, ik ben in de war. Waarom ga ik dood door freeze dry? Waarom is dat super effective tegen Golduck? Wat zijn dit voor zieke hacks? Oké, baby doll eyes. Oké, je gaat nu geen freeze dry doen. Je gaat mijn aanval naar beneden brengen. Dat is op zich slim. Maar dan ga ik thunderbolt doen. Ik ben eindelijk sneller. Oké, ik ben sneller. De helft van zijn HP is down. Oké, Glaceon gaat nu in de verdediging. Ik weet niet, man. Ik weet niet wat er had gebeurd als hij nu weer freeze dry zou doen. Of mijn Luxray ook dood zou gaan. Oké, je begint te healen. Waarom begin je te healen? Wat heb jij? Leftovers? Ja hoor. Oké, als het goed is. Ah nee, ik mis weer. Jongens, dit is echt een probleem, jongen. Dit is echt een probleem de hele tijd. Het feit dat mijn Pokémon continu missen, dat is echt het grootste probleem van deze battle. Anders was het al lang klaar geweest. Kom op, raak met Thunderbolt alsjeblieft. Gelukkig. Gelukkig, we raken met Thunderbolt en ook Glaceon is down. Man, waarom? Waarom wordt dit uiteindelijk zo'n lastige battle? Nu, Weevil. Ja, die ga ik pakken met Abu, sowieso. Fighting type moves zijn 4 keer super effective tegen Weevil. Het is de laatste Pokémon van haar. Ik hoop niet dat ze een of andere Focus Sash heeft. Of Sturdy, dat kan volgens mij niet eens met Weevil. Ik hoop gewoon dat die in 1 keer down gaat. En nou wil ik toch even checken, Close Combat. Ja, die heeft gewoon een 100% accuracy. Hadden ze dan een move gebruikt waardoor de evasiveness net omhoog ging of zo? Oh, nee. Nee, die is gewoon sneller dan ik, joh. Freaking Weevil is gewoon sneller dan ik. Doe eens normaal. Maar maakt niet uit. Close combat. En het is klaar. Maar man, ik had niet verwacht dat deze uiteindelijk zo moeizaam zou gaan. Ik dacht, Abu die maakt gewoon iedereen en zijn moeder gewoon kapot tegen Candace. Ik zei net dat het Meleen was volgens mij, maar het is natuurlijk Candace. Meleen was van de Fighting Type Gym. 8000 Pokémonies. Applaus. Ze zeggen, wauw, je bent echt geweldig. Je bent nog sterker dan dat ik had verwacht, Rickachu. Er komt meer bij kijken dan alleen focus om zo awesome te zijn. En misschien is het wel techniek. Ze houdt ervan. We krijgen weer een sticker. En nu zijn we twinsies, zei ze. Nou, Candace, wij zijn twinsies en het is klaar. Nou ja, we hebben er in ieder geval verslagen. Snel naar de Pokémon Center, zodat we door kunnen naar de volgende battle. De 8e battle. De laatste gymleader die we voor de 2e keer gaan verslaan. En de laatste gymleader is natuurlijk in Sunny Shore City. Nou, waar was die gym ook alweer? Even kijken hoor. We kunnen hier boven langs. En het is niet de stad waar ik dagelijks kom. Dus we moeten even kijken waar de gym ook weer was. Volgens mij was die hier ergens links. Was dat hier? Ja, hier. En dat is natuurlijk de Electric Type Gym. Dus Electric Type Pokémon. Daar gaan we Gerrit dus even op de eerste plek zetten. Ik heb niet super veel counters tegen Electric Type Pokémon. Hij zegt, nou, ik heb wel een paar challenges gehad sinds jij hier bent geweest. Maar geen enkele daarvan werd ik echt opgewonden van. Maar Rickachu, jij hebt de champion verslagen en je bent sterker geworden, toch? Oké. Stel me niet teleur. Hier gaan we. Oké, Volkner. Let's go. 6 tegen 6. Daar gaan we weer. Tegen Electric Type Pokémon. Pelipper? De counter voor Pelipper. Hé, ik snap het niet. Een Electric Move is 4 keer super effective tegen Pelipper. Waarom heb jij, als jij van Electric Type Pokémon houdt, Pelipper? Nog steeds. Of weer. Ik weet het niet meer. Wat doet hij hier? Waar slaat het op? Dit is een grote scam, jongen. Ja. Hij wou gelijk Hydro Pump doen. Tuurlijk. Wat doe je met watertype aanvallen als je Electric Type Gymleader bent? Hier, deze voor jou. Is alsnog niet heel erg sterk, zo te zien. Ja, lekker dit. Dit is echt een grote scam. Ik voel me echt belazerd. Een U-turn, tuurlijk. Tuurlijk ga je weg. Tuurlijk val je me aan en ga je weg. Ja, joh. En wie komt er dan in de plaats? Raichu. Oké. Nou ja, van mij mag je weggaan. Als je Pelipper straks terugkomt, dan gebruik ik gewoon Luxray. Oké. Raichu hebben we geraakt. Dat was een critical hit. Was niet super effective natuurlijk. Maar al mijn stats gaan nu wel omhoog. Dat is wel lekker, jongens. Dat is wel even heerlijk. Daar gebruik je die move ook voor. Nou, dan gaan we nu even verder met Earth Power.
Maar Raichu is denk ik wel behoorlijk sneller. Raichu gaat voor Surf. Is niet super effective, gaat me wel pijn doen. Nou, valt eigenlijk wel mee. Heb ik niet zoveel tegen. Earth Power er bovenop. En Raichu is weg. Zelfs als jij me scampt, ga je niet van mij winnen, vriend. Oude scamboy. Oké, Raichu is de eerste die down is. Helemaal top. Gerrit gaat naar leveltje 76 alweer. En dan nu, Pelipper. Ja. Pelimpertje, jongen. Slaat helemaal nergens op dat hij hier is. Maar goed, ja. Maak hem maar gewoon kapot, Simba. Geen genade met deze Pelimper. Thunderboltje erbovenop. Dat moet denk ik genoeg zijn. Ja, dat is sowieso genoeg. Hoppakee. We staan 2-0 voor. Lekker! Ah! Oké, Simba gaat naar 79. Die is gewoon bijna level 80, jongens. Sowieso moeten we iedereen tot boven level 80 gaan trainen als we straks Cynthia nog een keer willen verslaan. Wat krijgen we nu? Luxray. Ja, dan gaan wij gewoon weer voor Gastrodon. Hopen we maar dat we die Luxray down krijgen. En snel. Earth Power is natuurlijk de keuze die we moeten maken. Oké. Oké, die gaat even het terrein veranderen. Die denkt, nee, het is nu klaar met die regen. Of nou ja, het is nog steeds niet klaar met de regen. Het regent nu en er is elektriciteit gaande. Oef. Luxray overleeft het weer. Waarschijnlijk heeft hij... Die focus sashes zijn wel irritant, jongen. Elke gymleader heeft een focus sash. Nou, nog een keer Earth Power. Let's go. Hij gaat voor full restore. Zag ik nou dat de focus sash opgebruikt was? Want dan betekent het dat we Luxray gewoon nu in één keer slopen. Let's go. Let's go. Doe het. Doe het. Lekker! Luxray is ook weg. Nice. We gaan goed, jongens. We gaan heel goed. Abu gaat naar level 77. Blade naar 74. Onze Infernape en Absol. Wat krijgen we nu? Lantern. Ja, we gaan gewoon door op deze manier dan, jongens. We blijven gewoon die Earth Power spammen. Lantern gaat voor Surf. Dat is prima. Dat konden we net van Raichu ook prima overleven. Oké, ja, die hebben we overleefd. Nice. Gaat die Earth Power overleven? Hij gaat Earth Power niet overleven, jongens. Hatsaflatsie. Allemaal one-hitjes, jongens. One-hit KO'tjes. Gastrodon is wel ziek, man. Ik denk dat ik hem wel even moet healen nu. Tegen wie moet ik nu? Jolteon. Ja, dan ga ik hem gewoon hier in team houden. En dan ga ik even een Max Potion erop gooien. Want ik heb wel... Ja, dit Jolteon moet... ook al kunnen verslaan. Max Potion heb ik gekocht. Let's go, Gastrodon. Je bent een baas. Je bent supergoed bezig in deze battle. Jolteon gaat dan voor Shadow Ball. Oké. Verrassende move. Die zag ik niet direct aankomen bij Jolteon. Oh, hij poisoned zichzelf. Wat? Hij heeft een Toxic Orb. Waarschijnlijk gaat hij mij nu nog meer pijn doen. Reflect, oké. Zijn team is nu beter tegen fysieke moves. Dus, nou, ik ben benieuwd of die Earth Power overleeft. Nee hoor, nee. Mijn Gastrodon. Mijn Gastrodon is te ziek, jongen. Die hebben we toch goed getraind. En volgens mij heeft hij nu nog maar één Pokémon over, toch? Of twee? Ik dacht dat hij nog eentje heeft nu. Elektriciteit is weg van het veld. En nu is er een Electivire. Ik ben benieuwd of Electivire nog iets kan doen tegen ons. Wel, een zieke Pokémon. Level 75 ook. Ja, dit is wel zijn ultieme Pokémon, hoor. Laten we gaan kijken. Kunnen wij hem überhaupt raken? Hij doet Cross Chop. Die deed pijn. Hij damage zichzelf ook. Earth Powertje. Wat gaat dat doen? Gaat dat hem slopen? Oh, die Earth Power is te ziek. Lekker Gastrodon. Heerlijk. Ik had misschien niet verwacht dat je hem in één keer zou slopen. Maar je doet het gewoon, joh. Wat een baas. Bijna 5000 XP voor die Electivire. En dan hebben we ook Volkner verslagen. Oftewel, we hebben alle gymleaders nu voor de tweede keer verslagen. Nu ze level 75 Pokémon hebben. Ondanks dat ze ons proberen te scammen. Pelipper, man. Wat doet hij hier? Hij zegt, nou, dat is wat ik verwacht van een trainer die in de Hall of Fame staat. Mijn battles zijn altijd vol schokkerende nieuwe ontdekkingen. En stickertje. Ja, dankjewel. Maar jongens, we kunnen nu voor de tweede keer naar de Elite Four. Ik weet nog niet of ik daar sterk genoeg voor ben. Ik denk dat ik nog een beetje moet trainen. Dus dat ga ik doen. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. Binnenkort Pokémon Legend Arceus. Zin in! Mazzel!